Met de vaccinatie van deze flinke baby is de vaccinatieweek in de Amerika's geopend. De slogan dit jaar is Strengthen Your Defense, versterk jouw verdediging. De launch vond plaats op de polykliniek van de medische zending de Brownsweg. De start is in Brokopondo gedaan omdat er in het district een laag percentage van gevaccineerde baby's voorkomt. Dit percentage is volgens de medische zending 60%. Volgens Edward Vaer, directeur van de medische zending, ligt de taak voor het vaccineren van de baby's niet alleen bij de medische zending. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom ouders hun kindjes niet naar de poli brengen. Maar het risico dat juist deze baby's ziek worden is heel groot, zegt Vaer. Maar ik denk dat de belangrijkste groep die moet zorgen dat die dekking omhoog gaat, de ouders van deze kinderen zijn. De ouders van deze kinderen. En dan zeg ik dit, niet alleen omdat er ouders zijn, maar omdat er ook kinderen zijn die zo mooi net hier gezongen hebben. Ik zeg dat, het is belangrijk dat er gevaccineerd is, omdat deze kinderen dan ook moeten gaan vertellen aan andere kinderen, aan hun ouders, aan de ouderen van, en moeten vragen, ben ik volledig gevaccineerd? Waar is mijn vaccinatieboekje? Misschien moeten we ze leren hoe ze dat vaccinatieboekje moeten lezen. Die kinderen, jullie schoolkinderen, moeten ook steeds vragen, mama mikis alas poiti. Mama dem chis sap chimbrades mikis alas poiti. De ouders, de gemeenschap is een hele belangrijke factor bij het verhogen van de dekking. Prem Natritu, vertegenwoordiger van de PAHO, zegt dat de gezondheidsorganisatie de medische zending een helpende hand zal toereiken om het percentage omhoog te stuwen. Kenya Pansa, districtscommissaris van Brokopondo, zegt dat het commissariaat de medische zending zal helpen naar de dorpen te gaan op zoek naar kinderen die niet volledig zijn gevaccineerd. En mijn opdracht is nu, binnen 3 maanden, die dekking op te trekken naar 90%. Dat is de opdracht die ik heb en ik zal samen met jullie dat gaan moeten doen. Samen met het districtsbestuur, de autoriteiten, de regio, iedereen zullen wij samen doen. Nou, ik moet u wel zeggen, Poli Brownsweg is een van de best presterende polis in de regio. Ik denk dat u dat u een applaus verdient. Brokopondo, Sana, Brokopondo, Suriname heeft allemaal, we hebben allemaal gezonde mensen nodig voor de opbouw van ons land. En bij deze doe ik een geste van 10.000 SRD en 3 vaten olie om naar de andere plaatsen te gaan. Ter ondersteuning om het doel te bereiken, want we willen gezonde mensen. Als burgermoeder wil ik gezonde kinderen hebben en ik wil happy families zien. Stabiliteit. Gezinshereniging, dat is nummer 1 voor elk land dat duurzame ontwikkeling wil hebben. Ik dank u en bij deze open ik de vaccinatieweek. Kenya Pansa, districtscommissaris van Brokopondo en daarvoor Premnat Ritu, vertegenwoordiger van de PAHO. Zij spraken vanmorgen bij de start van de vaccinatieweek in de Amerika's in Brokopondo. De launch vond plaats op de polykliniek van de medische zending te Brownsweg.